Dit is Flevoland op woensdag 14 februari. Kamer eist duidelijkheid over aantal vluchten. Man krijgt 30 jaar cel voor dubbele hotelmoord. En geliefde in de bloemetjes gezet voor Valentijn. Goedenavond. Minister Cora van Nieuwenhuizen herhaalt dat Lelystad Airport in de toekomst niet meer vliegbewegingen gaat verwerken dan de oorspronkelijk afgesproken 45.000. En dat bevestigde ze vanmiddag ook aan de Tweede Kamer. En daar is ook verslaggever Richard Schuurman. Richard, over dat maximum aantal vliegbewegingen ontstond vorige week wat verwarring naar aanleiding van een artikel in het NRC, waarin werd geopperd dat het ook wel eens om 60.000 vliegbewegingen zou kunnen gaan. Maar niet dus. Dat klopt, dat is niet het geval, zegt de minister. Ze maakte het in eerste instantie vorige week alleen maar verwarrender door in een brief van de Kamer te melden dat het de zogeheten geluidsruimte voor Lelystad Airport gebaseerd zou worden op 45.000 vliegbewegingen. En dat zou de deur openlaten naar meer dan 45.000 bewegingen. Maar vandaag was er een Kamerdebat en daar hebben de SP en GroenLinks aangekondigd moties in te dienen. Maar de minister zegt, die neem ik over, want ik kan toezeggen dat ik mij aan die 45.000 ga houden. Luister maar even wat zij daarover zei. De bedoeling was juist om duidelijkheid te creëren. Dus ik vind het ook heel vervelend dat door dat woordje gebaseerd op iedereen dan toch weer is gaan denken dat het misschien wel 60.000 opeens als streefaantal in wat voor plan dan ook zou komen. Maar nogmaals de vraag die ik vorige week ook al stelde. Dat aantal is niet aan de orde voor Lelystad Airport in het huidige luchthavenbesluit. Nee, het realistische getal van die 45.000, dat gaan we echt helemaal dicht timmeren. Want ik heb vorige keer ook al gezegd van ja, binnen geluidsruimte, als er nul geluid zou zijn, zou je in theorie wel 100.000 vliegbewegingen kunnen hebben. Dat is allemaal niet aan de orde. Het gaat om die 45.000. Ja, Richard, vertrouwt de SP er nou op dat minister van Nieuwenhuizen zich aan haar afspraak houdt? Ja, eigenlijk kan de SP niet anders. Sam Lassine, die de motie heeft ingediend namens de SP, maar ook Suzanne Kreugen van GroenLinks, ja, die horen nu dat de minister dat overneemt. Dus daar moeten ze eventjes de minister op geloven. Luister maar even naar Sam Lassine. Ja, ik ben op dat punt zeker gerustgesteld, omdat de afgelopen week eigenlijk onduidelijkheid is ontstaan over het aantal vliegbewegingen wat toegestaan zou zijn. Het zou niet hard geformuleerd zijn, het zou gebaseerd zijn op 45.000 vliegbewegingen. Nou, met deze motie die is overgenomen, hebben we nu duidelijkheid dat het gewoon maximaal 45.000 is en geen vliegbewegingen boven. Maar de minister zegt, ik ga het uitleggen in een brief, die moeten we nog even afwachten. Die wachten we af, de strekking van de motie is helder. En als de brief wederom leidt tot onduidelijkheid, dan ben ik weer de eerste die bij de interruptiemicrofoon staat bij het volgende debat. Goed, dan is de ruis op de lijn over de vliegbewegingen even verdwenen, Richard. Maar dan is er nog een brief die de minister vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurde over de inhuur van een adviseur. Daar zou mogelijk sprake zijn van belangenverstrengeling. Wat staat er in die brief? Nou, dat gaat over de inhuur van Stefan Morel door een adviesbureau dat de milieueffectrapportage moet controleren op de fouten. Die fouten moeten gecorrigeerd worden. Die gaan binnenkort naar de minister toe, die gecorrigeerde rapporten. Maar toen bleek van de week na een bericht in de Stentor dat meneer Morel is getrouwd met de directeur van de commissie van de milieueffectrapportage. Die dus die rapporten nog eens een keer te extra controle krijgt aangeboden. Nou, de minister ontkent dat er belangenverstrengeling is. Want meneer Morel heeft daar na aandringen van de bewonersorganisatie is hij teruggetreden. Wel zegt de minister, wij hebben niet geweten dat die belangenverstrengeling, of in ieder geval die functie er was. En die vermenging tussen meneer Morel en zijn echtgenoten bij de commissie voor de Meer. En dat is wel iets waar zij in het kabinet in de toekomst zegt van, daar moeten we toch scherper naar kijken bij screening van inhuur. Op het in ieder geval dit soort zware dossiers, dat we daar geen dubbele petten krijgen. Maar zij zegt, op dit moment is er geen probleem bij de rapporten die ik nu moet beoordelen. Die zijn door anderen ook allemaal nog een keer getoetst. Dus van belangenverstrengeling is geen sprake geweest. Goed, Richard Schuurman vanuit Den Haag. Dankjewel. Jullie maken me wel weer op tijd wakker, hè? Ja. Nou, je wordt beloond met een ontspanning. Ik moet elke weekend opgesloten. Oh,
Ja, je slaapproblemen tackelen bij de slaapoefentherapeut. Dat straks. De TBS'er die vorig jaar is ontsnapt uit de Almeerse Oostvaarderskliniek en in Arnhem twee mensen doodstak, moet 30 jaar de cel in. Ook is hij door de rechtbank opnieuw veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Hotel Rembrandt in Arnhem. Op 23 maart van vorig jaar worden daar de lichamen gevonden van de 71-jarige hoteleigenaar Benny Peters en de 73-jarige Willy van den Heuvel. Het zijn de twee enige andere aanwezigen in het hotel, waar ook René de L dan verblijft. L meldt zich een dag later zelf bij de politie. In het onderzoek dat volgt blijkt dat Benny Peters met zo'n 120 messteken om het leven is gekomen. Ook bij het vrouwelijk slachtoffer een groot aantal steekwonden. De twee bevonden zich op de verkeerde plek, op het verkeerde moment, zo concludeert de rechtbank. De rechtbank heeft de man veroordeeld voor een dubbele moord. En de rechtbank heeft de man een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 30 jaar. En daarbij een TBS met dwangverpleging. Een TBS-behandeling onderging L ook al rond het moment dat hij de moorden pleegde. L stond onder behandeling in de Almeerse Oostvaderskliniek. Onderdeel van zijn TBS-traject was het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Dat deed hij bij het voedselloket. Daar steelt hij op 15 maart een busje en verdwijnt. Als L zijn gevangenisstraf uiteindelijk heeft uitgezeten, volgt straks dus opnieuw TBS. Nou, de rechtbank heeft geoordeeld dat het belangrijk is dat de maatschappij tegen deze man wordt beschermd. Het is een hele gevaarlijke man. De kans op herhaling is ook heel erg groot. En de rechtbank vindt het van belang dat hij niet onbehandeld terugkeert in de samenleving. Nou, ik heb even snel gerekend. Volgens mij is de meneer 68 als hij eventueel uit de gevangenis komt. Waarom dan geen levenslang? Ja, de rechtbank heeft overwogen dat levenslang ook een optie was. Maar ze zeggen de kans bestaat, weliswaar een kleine kans, maar dat een toetsingscommissie na 25 jaar zegt hij mag de gevangenis uit en dan komt hij alsnog onbehandeld op straat. En dat vindt de rechtbank een risico dat zij niet aanvaardbaar vindt. De organisatie van het festival Wildeburg bij Krachenburg verwacht dat het festival ook dit jaar weer makkelijk uitverkoopt. Vorig jaar waren de kaarten na 15 minuten al uitverkocht. Om iedereen nu gelijke kansen te geven, worden de kaarten verloot. Het is de derde editie van het festival in het natuurpark van Nettel. Vorig jaar was het met 6000 bezoekers uitverkocht. Ook dit jaar verwacht de organisatie een grotere belangstelling dan het terrein aan kan. In plaats van een kaartje te kopen, moet je je daarom inschrijven voor een loting. Bezoekers van vorig jaar krijgen voorrang en mogen nog voor de loting één kaart per persoon kopen. De kaarten staan op naam, net als vorig jaar. Wildeburg is dit jaar op 13, 14 en 15 juli. Tickets kosten zo'n €135. Toen had de jury zoiets van, maar dan verdienen ze gewoon beide de groene pluim. Natuurmonumenten en Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied hebben de Groene Pluim 2018 gewonnen. Dat is een prijs van Natuur- en Milieufederatie Flevoland, die elk jaar wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor een groen Flevoland. Dit jaar werd met name gekeken naar initiatieven waarmee het groene erfgoed in de provincie zichtbaar is gemaakt. Het belangrijkste is dat wij een wandelpad hebben gemaakt, een archeologisch wandelpad van de bodemschatten van Flevoland langs de oeverwallen en rivierduin in ons gebied, waar vroeger de mensen leefden en waar sporen van het leven van 5.000-6.000 jaar geleden te vinden is. We hebben dat zichtbaar gemaakt en de mensen kunnen er langs wandelen. Ja, het Waterloopbos is eigenlijk het voormalig waterloopkundig laboratorium, waar tientallen jaren onderzoek is gedaan door ingenieurs naar allerlei watersituaties in Nederland, maar ook in de wereld. In de rest van de wereld. En eigenlijk kun je zeggen dat daar in het Waterloopbos bij Marknesse in Flevoland, notabene, eigenlijk een groot deel van de naam die Nederland heeft wereldwijd op het gebied van omgaan met water vandaan komt. De prijs is een wisseltrofee ontworpen door de Almeerse kunstenaar Vincent van Ginneke. Omdat er maar één beeldje is en dit jaar twee winnaars, is afgesproken dat de vereniging Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied het dit jaar mag houden. Er mogen geen vogels meer gevoerd worden op het strandje in de Almeerse Stedenwijk. Op het strandje leeft een grote groep zwanen. Op sommige dagen zijn er meer dan 80 dieren. Volgens de gemeente poepen die zwanen zoveel dat mensen niet meer kunnen recreëren op het strandje. Door een voerverbod af te kondigen hoopt de gemeente dat de zwanen wegblijven. Het verbod is opmerkelijk omdat het voeren helemaal niet verboden kan worden door de gemeente. Het voerverbod is daarom niet rechtsgeldig. Volgens de gemeente Almere krijgt dan ook niemand een bekeuring voor het voeren van vogels en zal er ook niet gehandhaafd worden. Bij windkracht 9 wordt vanaf nu station Almere Centrum afgesloten en ontruimd.
Ook wordt het treinverkeer van en naar Almere stilgelegd. Gemeente Almere schrijft dat dit veiligheidsprotocol door spoorbeheerder ProRail is ingesteld. Bij de storm van 18 januari kwamen er 50 glasplaten naar beneden. De crisis binnen het provinciebestuur is compleet nu collegepartij SP dreigt op te stappen. De spanning draait allemaal om SP-gedeputeerde Ad Meijer. De andere drie collegepartijen willen niet met hem verder, maar de SP zelf blijft achter hem staan. Ja, verslaggever Marjan van Ens is hier. Marjan, dan heb je dus een flink probleem binnen het college van gedeputeerde staten. Ja, dat klopt. Je hebt dus aan de ene kant de VVD, het CDA en D66. Zij hebben het gisteren het vertrouwen in gedeputeerde Ad Meijer opgezegd. Ze zeggen, wij kunnen niet constructief met hem samenwerken. De communicatie verloopt vooral heel moeizaam. En aan de andere kant heb je de SP die zegt van, nou, dat herkennen wij niet. Wij geloven juist in onze gedeputeerde. Luister maar naar fractievoorzitter Ine de Waal. Wij vinden hem geschikt als gedeputeerde. Inhoudelijk heeft hij heel goed werk geleverd. Hij heeft hard gewerkt. Hij heeft ook echt hard voor Flevoland, voor de problemen die in Flevoland spelen, voor de inwoners van Flevoland. En daar doet hij zijn uiterste best voor. Ja, het is duidelijk, Marjan, de SP denkt er totaal anders over dan de overige collegepartijen. Ja. Is dat ook merkbaar in de dagelijkse gang van zaken op het provinciehuis? Ja, en dat is wel een probleem natuurlijk, want deze vier collegepartijen die vormen samen het dagelijks bestuur van de provincie. Maar dan moeten de neuzen wel dezelfde kant op staan. Dan moet je elkaar vertrouwen en dan moet je goed kunnen samenwerken. Als dat niet zo is, is er dus wel degelijk sprake van een probleem. Ja. Daarnaast is Ad Meijer, de gedeputeerde waarom het allemaal gaat, ook nog een gedeputeerde die belangrijke dossiers in zijn portefeuille heeft. Denk aan de energieagenda, denk aan de Oostvaardersplassen. Ja, en er moet voortgang zitten in die dossiers. Dat hebben Provinciale Staten al meerdere keren uitgesproken. En door zo'n crisis komt de voortgang van aan de ene kant de dossiers en aan de andere kant van het college dus echt onder druk te staan. Ja, dus die situatie kan niet heel lang zo voortduren, maar nee. Hoe breng je daar nou verandering in? Nou, Provinciale Staten, het hoogste orgaan van de provincie, is nu eerst aan zet. Dat zegt ook de fractievoorzitter van de SP. De Staten heeft ook de bevoegdheid om te beslissen over of de heer Meijer wel of niet blijft. En als daar negatief besloten wordt, ja, dan hebben we weinig keus. Dan blijven we alsnog achter hem staan. En dat betekent dan dat de SP dan uit gedeputeerde Staten stapt? Ja, in het uiterste geval wel. Ja, volgende week woensdag, Marjan, dan wordt er dus over de kwestie vergaderd op het provinciehuis. Dan lijkt het er dus op dat Meijer moet opstappen en de SP ook uit de coalitie stapt. Wat dan? Nou, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Ik neem even die mogelijkheden, althans de belangrijkste, door. Mm-hmm. Het huidige college bestaat uit de VVD, het CDA, D66 en de SP. Als de SP inderdaad wegvalt, dan kan dat gat opgevuld worden door twee andere partijen, namelijk PvdA en GroenLinks. Getalsmatig heb je dan weer een meerderheid in de Staten. Ja. Ik denk niet dat het heel erg voor de hand ligt. Een andere mogelijkheid, mogelijkheid 2 noem ik hem, is een combinatie met de ChristenUnie en de SGP. Ook dan heb je weer een meerderheid in de Staten. Ook dit vind ik niet heel erg voor de hand liggend. Ik denk namelijk dat coalitiepartij D66 niet op deze combinatie zit te wachten. Zelf schat ik in dat het logischer is dat de huidige collegepartijen VVD, CDA en D66 met z'n drieën doorgaan tot de verkiezingen van volgend jaar. Betekent dus dat ze tot die tijd een minderheidscollege vormen. Maar ik gok dat ze op belangrijke dossiers zoals de Oostvaardersplassen of de energieagenda wel meerderheden weten te vinden in Provinciale Staten, zodat die dossiers toch door kunnen. Dat is waar ik mijn geld op zou zetten. Maar ja goed, we weten niet of het ook zo komt. Daarvoor moeten we woensdag afwachten, de vergadering van Provinciale Staten. Praten we er donderdag verder over. Klopt. Dankjewel. Moeilijk in slaap komen of 's nachts er vaak uit omdat je moet plassen of 's ochtends heel vroeg wakker worden. Om zo'n slaapprobleem aan te pakken kan je kiezen voor een individuele aanpak bij een heuse slaapoefentherapeut. Ik ben Joke van Wees en ik ben druk met danslessen verzorgen. Hallo Joke. Countryline dance dan en volksdansen en rolstoeldansen. Ik ben naar de slaapoefentherapeut gegaan omdat ik dus heel veel slaapproblemen had en daaruit heel veel klachten voortvloeiden. En via de huisarts die had een tip voor mij om daar eens aan te denken.
En dat heb ik met beide handen aangepakt. Wat ik ook nog graag even van je wil weten is hoe het nu gaat met het eventuele piekeren 's nachts. Want daar had je last van. Hoe is dat nu? Nou, sinds die overdag dus meer nadenken en overdenkmomenten, dat je de boel van de dag al verwerkt, dan is het pieken eigenlijk niet meer aan de orde geweest. Het slapen is mij gaan interesseren, de slaapproblemen, omdat ik steeds ook merkte dat mensen met lichamelijke klachten aangaven dat ze slecht sliepen. En gaandeweg ontdekten we eigenlijk steeds meer binnen de oefentherapie ook dat die klachten, lichamelijke klachten, ook te herleiden waren echt tot slaapproblemen. Ik word midden in de nacht, om 3 uur werd ik wakker. En dan ga ik eruit, even naar de wc. En dan kom ik niet meer in slaap. En dat was is een aantal jaren al aan de gang. En dan komt er een burn-out. Dat bouw je dan op door te weinig slaap. Mensen zeggen ook wel eens van ik slaap slecht omdat ik zo vaak moet plassen. Maar het is juist vaak andersom. Dat mensen door het slechte slapen juist vaak moeten plassen. Omdat dat ook alweer zo gewend raakt. Dus als jij een keertje wakker bent en je gaat om die reden maar eens even naar de wc. Ja, dan moet je uitkijken dat dat niet weer een gewoonte wordt. En je blaas wordt ook wakkerder als je wakker bent. Overdag moeten we meestal vaker plassen dan 's nachts. De grote valkuil die ik dan ook nog wel een keer heb ondervonden. Dat is dus inderdaad 's avonds. Hè, dan heb ik tijd om mijn lessen te voorbereiden. Heb de volgende dag een drukke dag. En dan zit ik achter de computer nog een dans uit mijn hoofd te leren. En alles in orde te maken. En dan ga ik in bed. En slaap ik de hele nacht niet. Nou, wat heel belangrijk is, is dat we juist niet vergeten dat wat mensen overdag doen, dat dat van invloed is op de nacht. Dus als je de hele dag druk bent en geen pauzes neemt, dan kan je gewoon niet verwachten dat je 's avonds ineens een hele goede slaap krijgt. Joke, we gaan beginnen met een ontspanningsoefening. Als je het prettig vindt, mag je je ogen erbij sluiten. En dan praten we aan het eind van de oefening even erover na. Oké, gaan we beginnen. Ga allereerst maar eens met de aandacht naar de zijkant van je hoofd. Dus die kant van je hoofd waar je nu op ligt. De slaapoefentherapie bestaat naast het geven van slaapadviezen en ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, bestaat het ook uit het helpen bij het afbouwen van slaappillen. In overleg dan wel met de huisarts. En we helpen mensen ook met negatieve gedachtes om dat te leren om te buigen. Mijn grootste conclusie is, ik heb te veel. Ik heb te veel hooi op mijn vork. En nou, gezien wat je ouder wordt, ik loop al tegen de 70, dan denk ik van, ik moet toch maar eens wat gaan afbouwen. Want je wil alles kunnen wat je, ik zeg wel eens tot je 20 was. Maar je moet inzien. En ik werk ook met ouderen. En ik zeg het tegen die ouderen ook steeds, dat ze een tandje terug moeten. En dan moet ik naar mezelf kijken, want ik hoor ook tot die categorie. Ik moet een tandje terug en goed nadenken, wat wil ik wel en wat wil ik niet. En daar heeft de oefentherapeut echt heel veel handvaten voor gegeven. Ja. Het is Valentijnsdag vandaag en daarom is kijkradiopresentator Rob Brouwer op zoek gegaan naar de liefde. Hij trok vandaag door de provincie met Valentijnsboeketten en hielp mensen met het verrassen van hun geliefde. 42 jaar zijn we getrouwd en ik wou dat nog graag 10 of 20 of 30 jaar doorgaan. Hartstikke lief. En ik had er zelf nog een ring bij bedacht. Echt een hele grote verrassing. Ik weet niet wat er overkomt. Is je altijd zo romantisch? Nou, nee, dat is niet zo. Dus daarom overvalt het me ook heel erg. Prachtige diamantjes erin. Zo, ik ben toch wel in tijd bij hem. In het teken van de liefde vandaag, Valentijnsdag. Ik ben benieuwd of de mensen in Dronten het ook vieren. Mevrouw is altijd zo romantisch als een bos wortels is, wat dat betreft. Dus u heeft nog wat goed te maken? Ik denk het wel, ja. Dus als ik dit bloemetje aan u geef, aan wie zou u het dan geven? Aan mijn eigen vrouw natuurlijk. Ja, natuurlijk, en wie anders? Waar heeft u Valentijn ontmoet? Op carnaval.
ik was mijn sjaal kwijt en ik kon hem nergens vinden. En hij komt eraan en hij zegt, zal ik je sjaal even zoeken? En hij heeft hem gevonden en we zijn bij elkaar gebleven. En zo'n dag als vandaag, Valentijn, zegt u dat iets? Dat doen wij niet aan. En waarom niet? Nou, Valentijn is iets voor als je iemand aardig vindt of verliefd. En je wil het niet bekendmaken, maar je wil toch iets geven. Je hebt een bos bloemen. Echt een hele grote, dikke bos bloemen. Ja, ja. Ik vind hem nu al mooi. Ja. En ik hoop de persoon die hem krijgt nog mooier. Het is Valentijnsdag, zoals je weet. Ja. Nou ja, we doen er ieder jaar aan. Maar dit jaar wat groter. En ik heb ook een grote kaart voor je. En een hele mega grote bos bloemen. Ja, en die wil ik aan je geven. Nou. Omdat ik van jou. Ja. Nou, super lief, dankjewel. Ja. Hij verrast je elk jaar. Doe je dat ook wel eens bij hem? Ja, af en toe. Ja, ik moet wel. Ik voel me verplicht al. Maar ja, ik kan het nooit overtreffen, nee. En dat was Flevoland voor vandaag. Maak er een romantische avond van. En heel graag tot morgen, dan is Marco Verhagen hier.